Heel goedemorgen, welkom bij deze markets update van BNP Paribas. De slechte cijfers van Broadcom dreunden nog stevig door op Wall Street. De chipsector lag dan ook meteen onder druk en daarmee meteen ook weer het beleggersvertrouwen. De politieke situatie in het Midden-Oosten maakt het allemaal niet beter. Beleggers zijn dan ook benieuwd of de Federal Reserve Bank komende woensdag een aanpassing aan de rente zal doorvoeren. Ook in Azië was er weinig beweging op de beurzen. Het blijft extreem onrustig in Hongkong, waar de index wel wat aan kon trekken naar de eerdere verliezen van vorige week. In Amsterdam duiden de futures op een hogere opening, maar ook hier zal men afwachtend blijven. Lufthansa komt met een winstwaarschuwing door oplopende brandstofkosten en overcapaciteit op vooral de korte Europese vluchten. Topman Kees van Dijkhuizen zal per begin volgend jaar zijn taak als CEO van ABN Amro neerleggen. De bank moet dus met spoed op zoek naar een vervanger. En men vreest al dat die mogelijk bij ING vandaan kan komen. OCI gaat samenwerken met AdNoc uit Abu Dhabi. En samen willen ze de grootste producent van kunstmest worden in Afrika en het Midden-Oosten. En het is wat stil geworden rond de geruchten over een eventuele verkoop van de methanolactiviteiten, de vooral Amerikaanse activiteiten, aan een partij uit Saudi-Arabië. Egon plaatst nog met succes voor 500 miljoen aan obligaties in de markt met een looptijd van vijf jaar. Op de agenda vandaag arbeidskosten om 11 uur vanuit Europa en om half drie vanuit Amerika: Empire State Index. En dan hebben we om vier uur nog vertrouwen van de huizenbouwers. Bij de analisten verhoogt Jeffries het koersdoel op ING van 14,5 naar 15 en het uh, advies blijft kopen. Jeffries verlaagt koersdoel ABN Amro van 2280 naar 2180 en hier blijft het advies neutraal. Morgen is er weer een Markets Update van BNP Paribas. <middels>